Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je vertellen welke boeken ik heb gelezen in november. In november las ik 6 boeken uit. En in deze video ga ik je uiteraard wat meer informatie geven over deze boeken. En vertel ik wat ik van de boeken vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van november, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Dubbel Geluk, geschreven door Karin Rozenhart. Dit boek gaat over Daisy. Daisy is inmiddels wees. Haar moeder is een aantal jaar geleden overleden en onlangs is haar vader overleden. Als ze dan door de spullen van haar vader heen gaat, ontdekt ze dat ze eigenlijk een halfbroer heeft waar ze nooit wat van afgeweten heeft. Ze besluit dan ook om contact op te nemen met de moeder van deze jongen om haar gegevens achter te laten. Dat mocht haar halfbroer interesse hebben om haar te leren kennen, hij contact met haar kan opnemen. Dit doet hij ook en ze reist dan ook af naar Marebeek. En daar logeert ze in een hotel, de Zilveren Vos, dat een voormalig landhuis is. Dit wordt gerund door Raaf. Ze vindt het ook best wel spannend om naar haar broer toe te gaan. Maar als ze daar eenmaal is, wordt ze eigenlijk ontvangen in een warm bad met allemaal familie. Want hij heeft dus zelf nog een aantal zussen, wat eigenlijk dan ook weer half is, want het is niet van dezelfde vader. Maar het voelt als een volledig echte zus aan. Daisy weet ook eigenlijk eventjes niet zo goed wat ze aan wil met haar werk en zo. Omdat ze gewoon best wel door een moeilijke periode gaat, omdat haar vader net is overleden. Ze vindt dat best wel lastig. Raaf die wil eigenlijk wat meer plannen met zijn hotel maken, maar weet eigenlijk niet zo goed waar hij moet beginnen. En dan komt Daisy met allerlei ideeën aan om er een café bij op te zetten. Dit idee spreekt Raaf eigenlijk heel erg aan en hij hoopt dan ook dat Daisy hem daarbij wil helpen. En omdat ze eigenlijk haar familie ook veel beter wil leren kennen, besluit ze om een poosje in Marebeek te blijven en Raaf te helpen met het opzetten van het café. Tussen Raaf en Daisy voelt ook wel eigenlijk een beetje een vonk. Maar Daisy wil eigenlijk niet direct weer een relatie. Want ze is nog niet zo lang weer alleen. En ze vindt het best moeilijk wat ze met deze gevoelens aan moet. De grote vraag is eigenlijk of ze dus weer durven te geloven in de liefde, omdat Raaf ook al een huwelijk achter de rug heeft, omdat hij best wel vermogend is, maar zijn ex-vrouw die was dus heel erg uit op zijn geld. Of ze dus voor elkaar zullen kiezen, dat zal ik niet onthullen. Er gebeurt eigenlijk nog veel meer in dit boek, ook gewoon met de familie en zo. Dat zijn allemaal dingen die je zelf zou moeten lezen, maar ik vond het echt een heel leuk boek en ik hoop eigenlijk ook echt dat hier een vervolg van komt. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek De Charmante Cadeauwinkel, geschreven door Manuela Inusa. En op dit boek heb ik echt heel erg gewacht, omdat ik heel erg benieuwd was naar dit verhaal. Dit boek gaat over Orchid en haar grote droom is eigenlijk uitgekomen, want zij is een cadeauwinkel begonnen. Haar deur staat altijd open en ze staat eigenlijk altijd voor iedereen klaar. Waar haar klant daar eigenlijk blind vertrouwen op haar advies, durft haar grote liefde Patrick haar niet te vertrouwen. In de vorige boeken kwam het al voor dat ze een relatie had met Patrick, maar eigenlijk leek het erop dat deze relatie niet heel erg lekker liep. En haar vriendinnen vonden dat ze nogal heen om de eigenaar van de bloemenwinkel heen draaide. Orchid heeft altijd beweerd dat er tussen hun niks was en dat haar grote liefde Patrick was. Toch merkte ze dat in deze relatie steeds meer scheurtjes kwamen als zij voorstelde om naar de bioscoop te gaan. En ze vroeg naar welke film Patrick bijvoorbeeld wilde, zei hij, kies jij maar wat uit. Nou, dit gebeurde continu en Orchid had het gevoel dat zij heel veel gaf en Patrick eigenlijk niks teruggaf aan haar. Hij bracht nooit meer een leuk bloemetje voor haar mee. Hij deed eigenlijk niet zo heel veel zijn best meer voor haar. Als ze naar zijn familie vraagt, merkt ze ook dat hij heel afhoudend reageert en ze begint hem ook te betrappen op een aantal leugens. Waarvan ze toch weer onderzoeken of hoe dit precies in elkaar zit.
Ze besluit dan ook op onderzoek uit te gaan en ze neemt eigenlijk in eerste instantie alleen haar zus in vertrouwen. En omdat ze het nog niet zeker weet. Intussen heeft ze dus zeker wel een flirt ook met de man van de bloemenzaak. En ziet hij ook echt wel een relatie met haar zitten. Maar Orchid weet het eigenlijk zelf gewoon allemaal niet zo goed. Ze zit heel erg met zichzelf in de knoop. Als ze dan het grote geheim van Patrick ontdekt, besluit ze ook om het uit te maken. Omdat ze er niet mee kan leven dat hij haar zo lang heeft voorgelogen. Eigenlijk is iedereen in haar omgeving er heel blij mee. Haar vriendinnen vooral van het straatje, Valerie Lane. Maar ook haar familie is eigenlijk wel blij dat ze heeft gebroken met Patrick, omdat ze nooit hoogte van deze jongen kregen. Orchid vindt het eigenlijk allemaal best wel lastig. En terwijl ze de man van de bloemenzaak heel leuk vindt, twijfelt ze ook steeds meer of ze niet te hard is geweest voor Patrick. Voor wie ze uiteindelijk zal kiezen, dat zal ik niet verklappen. Want ze maakt uiteindelijk een keuze. Maar of het de man van de bloemenzaak wordt of dat het Patrick wordt, dat hou ik in het midden. Ik moet zelf zeggen dat ik het einde een beetje teleurstellend vond van dit boek. Want ik had echt heel veel zin in het boek. En ik had toch gehoopt op een wat ander einde dan dat dit einde was. En dat vond ik zelf toch wel een beetje jammer. Maar ondanks dat vond ik het wel een heel fijn boek om te lezen. En vond ik het leuk om te weten wat het verhaal achter Orchid was. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Spion op Stiletto's. Geschreven door Chantal Klaassen. Dit boek gaat over Bibi. Bibi wordt door haar baas naar Milaan gestuurd om te spioneren bij een concurrerende vestiging van een bedrijf waarvoor zij zelf werkt. Alleen dit bedrijf blijkt dus te zijn van de broer van haar baas en ze vindt haar baas eigenlijk al een vreselijke man. En dan moet ze zich ook nog eens voordoen als journalist om binnen te komen bij het bedrijf van zijn broer. Als ze zijn broer ontmoet, vindt ze het eigenlijk nog een grotere hork dan haar baas zelf. En haar opdracht is om de identiteit van deze man te onthullen zonder dat ze zichzelf moet verraden, maar ook zonder hem boos te maken. Dit is best wel een lastige klus. Het is eigenlijk zo dat zij heel dicht in de buurt moet blijven van deze man, maar dat lukt eigenlijk niet zo goed, want zijn assistent die neemt de rol vooral over door haar rond te leiden en dat gaat gewoon allemaal eigenlijk niet zo lekker. Deze man die werkt in de schoenenbranche en als zij dan ook nog eens een paar hele dure schoenen mag uitzoeken, straalt de jaloezie van zijn assistent van het gezicht af, omdat zij eigenlijk een oogje heeft op haar baas. Bibi weet ook eigenlijk niet zo heel goed wat ze ermee aan moet en is eigenlijk elke dag weer blij als ze zich kan terugtrekken in het hotel. Dan wordt haar identiteit op onverklaarbare wijze toch onthuld en heeft ze eigenlijk spijt van de klus die ze aangenomen heeft. Maar als ze het niet had gedaan, was ze haar baan kwijt geweest. Ze wil er dan ook eigenlijk alles aan doen om deze man uit te leggen waarvoor ze het heeft gedaan. Maar die kans krijgt ze niet en ze besluit dan terug te gaan op het vliegtuig naar Nederland. Ik moet er wel bij zeggen, ze hebben inmiddels wel wat romantische momenten samen beleefd. Dus toen degene die zij moest spioneren erachter kwam wie ze daadwerkelijk was, was hij natuurlijk heel teleurgesteld. Als ze dan bij de luchthaven staat, blijkt dat haar identiteit niet klopt en heeft ze er een groot probleem bij, want ze kan niet terug naar Nederland. Uiteindelijk komt de assistent van degene die zij moest bespioneren, dan tevoorschijn, omdat deze man eigenlijk toch nog met haar wilde praten en haar heeft teruggehaald. En ja, de grote vraag is dus eigenlijk hoe dit boek eindigt en of ze misschien nog hun romance voort kunnen zetten, maar ook hoe hij reageert op het daadwerkelijke verhaal als zij haar uitleg kan doen.
vond het een heel leuk boek. Ik vond dat het makkelijk weglas. Ik vond het verhaal wel heel erg leuk. Dus ik heb er wel heel erg van genoten. Ook omdat het wel in de mode afspeelt. En daar hou ik zelf wel van. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Door een roze bril, geschreven door Vanessa Tuijens. Dit boek gaat over Stella. En Stella is psychologe en ze heeft de praktijk van haar moeder overgenomen in Friesland. Want haar moeder is helaas overleden, maar deze praktijk loopt niet heel erg lekker. Ze heeft weer een relatie met eigenlijk haar vroegere vriendje, want ze zijn elkaar weer tegengekomen. Maar ze proberen deze relatie nog geheim te houden, omdat hij nog niet zo lang geleden gescheiden is en hij het rustig aan wil doen, omdat hij ook 3 kinderen heeft. Dan krijgt Stella eigenlijk een onmogelijke opdracht, want ze moet op korte termijn een team coachen dat elkaar continu in de haren vliegt. Deze opdracht heeft ze te danken aan haar goede vriendin Pleun, die ze kent vanuit Amsterdam, die weer eens een keer een potje van haar werk heeft gemaakt en zij dit zelf moet oplossen en dus Stella aandraagt om deze klus te klaren. Dat betekent wel dat ze ook tijdelijk even in Amsterdam moet gaan wonen en haar eigen praktijk moet verruilen. En ze kan dan ook logeren bij haar vriendin Pleun in hartje Amsterdam, waar ze dus al eerder een tijd gewoond heeft. Haar vriend ziet dit eigenlijk totaal niet zitten. Hij vindt dat ze deze opdracht niet moet aannemen. En hij vindt het niks dat ze 4 dagen in de week in Amsterdam is en alleen de weekenden in Friesland. Want zo kunnen ze niet meer elkaar zien wanneer het hem het beste uitkomt. Hier hebben ze ook best wel wat struggles over, maar Stella besluit wel door te zetten. En als ze eenmaal in Amsterdam is, merkt ze dat eigenlijk het bruisende stadsleven haar best wel weer goed bevalt. Omdat haar vriend Hidde hier heel veel moeite mee heeft, besluit ze ook echt wel om in Friesland te willen blijven. Ook omdat ze de herinnering aan haar moeder springlevend wil houden. Toch komen er echt best wel wat problemen in deze relatie. Zo zou Stella de kinderen van Hidde ontmoeten en ze zouden samen dineren. En dan wordt Hidde ineens weggeroepen voor zijn werk. En zit zij alleen met die kinderen die haar natuurlijk uitproberen. En dat loopt ook niet heel soepeltjes. Nou, het coachen van het team dat gaat helemaal niet goed. Want er zitten er een aantal bij die het totaal niet serieus nemen. En ze heeft echt het idee dat ze voor een klas kinderen staat die niet wil luisteren. En ze kan gewoon niet doordringen met deze opdracht. Maar ze wil deze opdracht wel eigenlijk goed volbrengen. Ook vooral voor haar beste vriendin. Dit loopt eigenlijk steeds meer uit de hand en dan blijkt ook nog eens dat er een teamuitje gepland moet worden en besluit ze om deze groep naar Friesland te laten komen om daar verder te werken aan de teambuilding. Eenmaal in Friesland gaat het compleet mis en raakt Stella alles kwijt wat haar zo geliefd was. Maar inmiddels is de relatie met Hidde eigenlijk ook voorbij en vindt ze een van de mannen van de groep die zij coacht eigenlijk ook wel leuk en ze voelt er een klik mee. En hij blijkt dus hetzelfde te voelen voor haar. Of ze hier iets allebei mee willen is eigenlijk de grote vraag. Of het lukt om dit team alsnog op een goede baan te krijgen, omdat er ook wat persoonlijke issues bij zitten in dit team, ga ik ook niet vertellen. En ik vertel uiteraard ook niet wat Stella besluit, of ze toch in Friesland blijft of teruggaat naar Amsterdam. Ik vond het wel een heel leuk boek, ook omdat het in Nederland afspeelt. En ja, ik kwam er gewoon lekker in. En ik vind het gewoon leuk als je wat herkenbare punten hebt in een boek waar je dan wat meer aan vast kan houden. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Meest Begeerde Topman van Annika Martin. Dit boek gaat over Francine en Francine is danseres en ze kan eindelijk met haar team waar zij bij danst een Europese tour maken. Tot haar grote verbijstering blijkt dus dat ze geen visum kan krijgen omdat ze heeft opgegeven dat ze single is en ze uiteindelijk getrouwd blijkt te zijn. Ze is dus eigenlijk al 10 jaar getrouwd met Benny. Benny heeft ze ooit leren kennen toen zij nog bij een soort circus zat. En ze zijn toen in een wilde dronken bui gaan trouwen in Vegas, maar zij wist hier helemaal niks meer van. Ze wil dus ook eigenlijk van Benny scheiden,
zodat ze toch haar tour kan gaan maken. Ze besluit Benny dan ook op te zoeken. En na wat research komt ze er ook achter waar ze hem kan vinden. En legt hem eigenlijk de scheidingspapieren op tafel. Hij weigert deze papieren echter te tekenen, want hij is verbijsterd dat zij hier niks meer van af weet. En hij is überhaupt verbijsterd om haar te zien, want hij had verwacht dat hij haar veel eerder zou zien. Dan blijkt ook dat Benny totaal niet schrikt van het nieuws dat ze getrouwd zijn, want hij wist dit dus gewoon nog steeds. Alleen de Benny van vroeger die is er niet meer, want inmiddels is hij veranderd in een koude, berekende miljonair en hij wil absoluut zijn handtekening niet zetten onder de scheidingspapieren. Hij wil namelijk dat hier iets tegenover staat en hij wil dan ook dat Francine voor 3 weken zijn toegewijde vrouw speelt. Hij wil dus dat ze bij hem in het appartement komt wonen, wel op aparte slaapkamers en dat hij zij bij gelegenheden op kon draven om dus zijn vrouw te spelen. Terwijl ze natuurlijk ook echt getrouwd zijn, maar ze kennen elkaar eigenlijk niet. Ze proberen de verhalen ook wel op hem op elkaar af te stemmen, al moet ik wel zeggen dat Francine met de eerste afspraak wel Benny behoorlijk voor de blok zet. Voor Francine dringt echt de tijd, want ze heeft echt die visumpapieren nodig, want anders mag ze dus niet mee op deze wereldtournee. Dan is er ook nog eens een kamer waar Francine niet mag komen en waar ze absoluut niet aan de dozen mag zitten, want al zou ze maar 1 doos aanraken, Benny zou het weten. Haar interesse is natuurlijk gewekt en ze wil eigenlijk heel graag weten wat er in die dozen zit, maar ze durft eigenlijk ook niet zo heel goed, omdat ze ook wel zoiets heeft van ik weet niet hoe hij reageert als hij nog bozer wordt. Benny heeft zijn zakenpartner verloren en daardoor staat hij er nu eigenlijk alleen voor in het bedrijf. En dan is er nog zijn advocaat die ze toenertijd een aandeel hebben gegeven en die wil per se dat hij het bedrijf verkoopt. En bij die onderhandelingen is Francine ook aanwezig en dan prikt ze toch weer een stukje door de Benny heen die ze van vroeger kent. Of ze uiteindelijk echt gaan scheiden en of Francine op wereldtournee gaat, zal ik natuurlijk niet verklappen. Ik moet zeggen dat ik het wel een mooi boek vond uiteindelijk, ook omdat je Benny ook wel op een andere manier begint te zien als in het begin. Omdat hij in het begin echt wel een ijskoude man was, maar later zie je ook wel een andere kant van hem. Dat je denkt van nou, eigenlijk is het niet zo'n hele slechte man als dat hij zich voordoet. Ik vond het in ieder geval een heel leuk boek. Het laatste boek wat ik heb gelezen is ook van Annika Martin en dit is het boek Meest Begeerde Magnaat. Ik moet zeggen dat ik deze 2 boeken eigenlijk omgekeerd had moeten lezen. Maar goed, het werd me niet helemaal duidelijk welke volgorde het was. Dus ik heb ze net andersom gelezen. Dit boek gaat over de hardwerkende, maar verlegen postbode Noël. En zij woont met haar vriendinnen eigenlijk in 1 en hetzelfde appartementengebouw. Maar dan dreigt er de sloopkogel door dit gebouw te gaan. En Noël die wil eigenlijk er alles aan doen om dit proberen tegen te houden. Degene die deze appartementen wil slopen, dat is Malcolm Blackberg. En die is heel rijk, maar ook mysterieus. Noël die is van plan naar hem toe te gaan en ze willen wel eens even vertellen waar het op staat. Maar zodra ze eigenlijk het gebouw binnenstapt waar hij werkt, gaat het al mis. Want ze krijgt een botsing met hem en al haar spullen vliegen in het rond. En hij helpt haar nog wel met opruimen, maar haar kans om hem te confronteren is verkeken. Ze komt dan ook echt absoluut onder geen beding binnen. Dan bedenkt ze het plan dat als ze in haar postkleding naar dit gebouw toe gaat, ze wel binnen zou kunnen komen. Als ze eenmaal in de lift staat, staat ze daar met een andere vrouw genaamd Stella en die is een coach. En zij moet Malcolm gaan coachen omdat hij een straf heeft gekregen die opgelegd is door de rechtbank. En die moet zij dus uitvoeren door coaching. Als Noël en Stella dan eigenlijk met elkaar aan het praten raken, kan Noël merken aan Stella dat ze deze job totaal niet ziet zitten en dat ze eigenlijk het liefst met haar vriendin mee zou gaan die haar een baan heeft aangeboden aan de andere kant van de wereld. Um,
Stella besluit dan ook die lift te verlaten en Noël wil haar pakketje aanbieden, maar dit gaat niet zo makkelijk, want er blijken heel veel mensen bevoegd te zijn om te tekenen voor deze Malcolm. Dan denkt het bedrijf dat zij de coach Stella is en op deze manier kan zij toch binnenkomen bij deze Malcolm en ze besluit om dit spelletje mee te spelen. Eigenlijk wil Noël alleen maar een video laten zien die ze in elkaar hebben gemaakt, waarin blijkt dat ze gewoon echt heel veel om dit gebouw geven en ze wil eigenlijk de hoop hebben dat hij dit gebouw zal laten staan. Dan moet ze ook nog tot grote schrik mee naar een zakenreis om daar de coach of de coaching te geven en ze ziet hier heel erg tegenop, maar ze besluit toch om mee te gaan en om zo het spel mee te spelen. Ondertussen is ze wel heel erg bang om door de mand te vallen. Maar ze wil het doel wat ze in ogen heeft absoluut niet verliezen en ze wil hiermee doorgaan. Totdat blijkt dat de echte Stella hierachter komt en niet alleen de echte Stella, maar ook nog eens een ex-vriend van deze Stella. En die begint haar af te persen omdat hij geld van haar wil hebben. Toch komen Malcolm en Noël steeds dichter bij elkaar eigenlijk. En als ze dan eigenlijk, uiteindelijk biecht ze dus op dat zij niet deze echte coach is. En dan is natuurlijk alles helemaal voor niks geweest. Want Malcolm is super kwaad en wil haar eigenlijk nooit meer zien. Of ze uiteindelijk toch nog voor elkaar krijgt om dit gebouw te behouden, zal ik natuurlijk niet vertellen. Of ze elkaar toch nog de kans gaan geven om te vertellen hoe de verhalen echt in elkaar zitten, dat vertel ik ook niet. Maar ik vond het echt een heel erg leuk boek om te lezen en ik kon me elke keer weer opverheugen als ik verder kon gaan in dit boek. Dus ik vond het echt een aanrader. Dan waren dit al mijn gelezen boeken van november. Ik heb eigenlijk wel heel erg genoten van deze boeken. Gewoon, de verhalen spraken me aan. Ik zat er lekker in en dan leest een boek gewoon heel erg fijn weg. Dus daar was ik echt wel heel blij om. Ik ben benieuwd of jij als een van deze boeken hebt gelezen of dat je misschien interesse hebt gekregen in een van deze boeken naar aanleiding van deze video. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button, daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je te zien bij een volgende video. Doei!